Vandaag is er vrij veel bewolking boven Nederland. Maar met name in het zuiden van het land kan ook de zon af en toe doorbreken. In het noorden daarentegen kan juist een spatje regen vallen. Vanochtend zien we dus ook veel wolletjes op de kaart staan. De temperatuur ligt tussen de 13 en 15 graden en er waait een matige wind uit westelijke richtingen. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wel op de meeste plaatsen droog en ook in het midden van het land kan de zon dan wat vaker doorbreken. Het wordt 18 tot 22 graden. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen en die regen die trekt dan in de avond over het land naar het oosten. Als de zon ondergaat is het zo'n 15 tot 18 graden en de westenwind die blijft gewoon doorstaan. Vannacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog en klaart het op, en morgen ziet het er dan een stuk vriendelijker uit. Het wordt 17 tot 20 graden en er zijn zonnige perioden. Verder waait er een matige wind uit het westen. Op dinsdag krijgen we weer te maken met flink wat buien, met name in het eerste dagdeel. Woensdag daarentegen verloopt weer droog en is er weer ruimte voor de zon. In het zuiden zou een enkele bui kunnen vallen. En donderdag ziet er wat wisselvallig uit. Het is dan hemelsvaardag. Daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het ook overwegend droog weer.